Hallo jongens en meisjes. Hoe lang, denken jullie, is de afstand tussen Den Haag, de regeringszetel van Nederland, en Brussel, hoofdstad van de EU? Dat is, om precies te zijn, 171 kilometer. 2 uur met de auto en als je geluk hebt ook 2 uur met de trein. En hoe lang is, denk jij, de afstand tussen Berlijn, hoofdstad van de Bondsrepubliek, en Brussel? Wel nu, dat is 4,5 keer zover. Den Haag-Brussel is 171 kilometer, Berlijn-Brussel 760 kilometer. En dat is 7,5 uur rijden en met de trein zelfs iets korter, 7 uur. Duitse politici gaan dan ook vaak met het vliegtuig naar Brussel. En toch, de relatieve afstand lijkt wel omgekeerd. Als je de Nederlandse politiek hoort, is Brussel vaak ver weg. Hoor je de Duitse politiek, nou, dan is Brussel een uitdaging en ook vaak heel dichtbij. En hoe zou dat nou komen? Natuurlijk speelt er een verschil. Nederland is een klein land, met trouwens best veel invloed in de EU. Maar niet zoals Duitsland, waar je toch ziet dat de hand van Angela Merkel wel degelijk telt. Haar handschrift zie je terug eigenlijk in het beleid. Maar er speelt veel meer. Voor Duitsland is Europa, de EU, een vredesproject. Na zoveel oorlogen met Frankrijk, de Napoleontische oorlog, de Frans-Duitse oorlog, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, werd het tijd voor verzoening met de erfvijand. En vandaar dan ook dat er heel vaak gesproken wordt over die Frans-Duitse as. Soms ook wel een beetje gezwollen taalgebruik. Misschien wel iets te veel symboliek, want die houdt altijd, niet altijd zo stand als wel gedacht wordt. Maar toch, die symboliek die is daarop terug te voeren. Voor veel Duitsers gold Europa of de Europese Unie zelfs als een ersatznation. Een vervangende natie. Zo van, ja, trots zijn op ons eigen land, weten we niet. Trots zijn op Europa, op ons lidmaatschap van de Europese Unie, dat zijn we zeker. Thomas Mann zei het in 1953 in een toespraak voor Hamburgse studenten als volgt. Wij willen geen Duits Europa meer, nee, wij willen een Europees Duitsland. Maar zo gemakkelijk was dat natuurlijk allemaal niet. Het liep ook allemaal niet meteen van een leien dakje. Maar er was eigenlijk nog een andere reden, misschien wel strategische reden, waarom Europa belangrijk werd voor Duitsland. In 1945 was Duitsland bezet, verdeeld in 4 bezettingszones. En in 1949 werd weliswaar de grondwet getekend in Bonn, maar het bezettingsstatuut bleef eigenlijk nog geldig. En nog steeds, de hoge commissaris van de geallieerden was een Amerikaan, John McCloy, had best wat macht. Duitsland had geen leger, buitenlands beleid was eigenlijk nog niet zo zelfstandig. Duitsland was gewoon een bezet land. En Konrad Adenauer, de eerste kanselier, had een strategie eigenlijk uitgedacht om de soevereiniteit terug te winnen. Adenauer had de volgende strategie. Hij hoopte macht te delen met andere landen, vertrouwen terug te krijgen. Dus wat hij wilde was soevereiniteit delen, bijvoorbeeld op het gebied van kolen en staal. Zo ontstond de Europese gemeenschap van kolen en staal. Om daar ook weer op een andere manier soevereiniteit voor terug te krijgen. En dat werkte. In 1957 werd het Verdrag van Rome getekend, was 1958 in werking. En daar werd de Europese Economische Gemeenschap opgericht, Euratom. En daar viel ook de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal onder. En in die jaren 50, waarbij die integratie dus vorm kreeg, noemt dat ook wel Westbindung of Westintegration, wist de Bondsrepubliek zoveel vertrouwen te krijgen dat dat bezettingsstatuut in 1955 werd opgeheven. En zo zien we dus dat voor Duitsland er wel degelijk een belang was om die Europese gemeenschap te creëren en om dus in het Westerse bondgenootschap een belangrijke plek
te heroveren, zou je kunnen zeggen. In de jaren 60 gebeurde er ook wel het een en ander, maar meestal wordt gezegd, ja, met de Europese integratie ging het misschien niet zo goed. Toch interessant, als je kijkt naar het landbouwbeleid, wat toch het meest Europese beleid van allemaal is, is dat juist iets wat in de jaren 60 met veel horten en stoten en moeite vorm kreeg. Onder meer omdat de Duitsers vonden dat het een Europees beleid moest worden. En zo zie je dat ook in tijden, vaak als de onderhandelingen niet zo makkelijk lopen, er uitkomsten kunnen zijn die juist heel Europees zijn. Maar eigenlijk kun je zeggen voor de huidige Europese Unie, zoals die er nu uitziet, is de Frans-Duitse samenwerking sinds de jaren 70 van heel groot belang geweest. En dan heb ik het over de samenwerking tussen Helmut Schmidt en Valéry Giscard d'Estaing. Die zijn samen in 1974 aan het roer gekomen en hebben meteen de Europese Raad opgericht. En in 1979 verkiezingen voor het Europees Parlement uitgeschreven. Dat hebben ze natuurlijk niet met z'n tweeën gedaan. Dat hebben eigenlijk alle regeringsleiders gezamenlijk gedaan binnen die Europese gemeenschappen. En ook het Europees Economisch Monetair Systeem ingericht met bandbreedtes voor de verschillende munteenheden. Want je had toen nog de D-mark, de Nederlandse gulden en de Franse franc. En die konden met wisselkoersen nogal eens van elkaar verschillen. En dat wilde men dichterbij brengen om uiteindelijk te komen toch tot een Europese monetaire unie. En dat was natuurlijk in de jaren 70 nog heel erg ver weg. Maar toch zie je dat daar stappen gezet worden. En die stappen worden verder gezet onder Helmut Kohl en François Mitterrand in de jaren 80. En daar zijn een aantal iets wat ondergewaardeerde verdragen, zou je kunnen zeggen, gesloten, die heel erg belangrijk bleken voor de totstandkoming van die Europese binnenmarkt. En dan heb ik het in het bijzonder over het Schengen-akkoord uit 1985, waarin besloten werd dat 10 jaar later alle Europese of de binnengrenzen van de Schengenlanden zouden komen te vervallen, zodat er een vrij verkeer van personen en goederen zou zijn. Dat betekende dus dat in 1995 de grenshokjes en slagbomen zouden worden neergehaald. En dat is ook gebeurd natuurlijk. En daarna in 1986 werd de Europese akte gesloten. En ook wel de Single European Act genoemd. Waarin het streven naar een Europese binnenmarkt al helemaal was vastgelegd. En het enige wat eigenlijk nog moest gebeuren was die Europese munt. En over die Europese munt waren eind jaren 80 al allerlei discussies hadden er plaatsgevonden. Toen viel de muur. En dat was op 9 november 1989. En dat was eigenlijk het moment dat François Mitterrand dacht van oké, Helmut Kohl wil die Duitse eenheid. Wij willen een Europese munt. Kohl wilde die trouwens ook. Maar om hier nu vaart achter te zetten, moeten we besluiten nemen en een datum noemen. En die datum voor de invoering van een Europese munt werd vastgesteld op 9 december 1989. Dus een maand nadat de muur viel. En uiteindelijk leidde na een heel onderhandelingsproces dat allemaal tot het verdrag van Maastricht, waarin uiteindelijk die Europese binnenmarkt en de Europese munt zijn vastgelegd. Wat heeft het nu allemaal opgeleverd? Nou, je kunt natuurlijk stellen dat de Europese gemeenschappen min of meer zijn opgericht om Duitsland te temmen en zeg maar in te verbinden in dat westerse bondgenootschap. Het idee van Frankrijk was natuurlijk vooral om te voorkomen dat er ooit weer zo machtig Duitsland zou ontstaan. In de praktijk zie je natuurlijk dat Duitsland op dit moment weliswaar een machtige economie is, maar niet in zijn eentje besluiten kan forceren, omdat het toch afhankelijk is van een heleboel andere landen en afhankelijk is van de samenwerking met Frankrijk. Je kunt dus uiteindelijk stellen dat Thomas Manns stelling, geen Duits Europa, maar een Europees Duitsland,
die hij dus in 1953 verkondigde, ook vandaag de dag nog geldt. Sommige mensen vinden dat Duitsland te machtig is. Anderen vinden dat Duitsland soms een beetje traag is in het optreden. Dat noemt men het vaak ook wel een beetje ja, van twee kanten gebonden. Het is eigenlijk nooit goed, zou je bijna zeggen. Maar uiteindelijk zien we dat Duitsland heel goed probeert samen te werken met andere landen. En vooral vaak ook die Europese Unie zoveel mogelijk bij elkaar probeert te houden. Als een soort ja, aanvoerder van het team, zou je kunnen zeggen. Niet als een hegemon of een belangrijke leider, zeg maar. Maar meer als een land dat natuurlijk met toch de belangrijkste economie van Europa probeert zoveel mogelijk alle kanten te bezien om uiteindelijk tot goede besluitvorming te komen. Ik dank jullie voor jullie aandacht.